Stel die voor, kunst u zijn waar het is. Je ogen deur steekst in aan doet. Ik heb dit lied geschreven speciaal voor Maria Madelon. Dat is een hele unieke kunstenares. Het refrein is eigenlijk alleen de akkoorden en het gefluit van mij. De stilte van een kunstenaar die bezig is met haar schilderij en die concentratie. Dat is ook wel wat ik heb willen weergeven met dit stuk. Het Gronings, dat is een hele zangerige taal. Ik heb gemerkt dat ik er heel fijn in kan zingen. Beter nog dan in het Nederlands, waarbij je bij werkwoorden heel vaak een klank aan het eind hebt. Heb je bij het Gronings niet die maar dan kun je gewoon de N door laten zingen. Dus je hebt je mond dicht, dan kun je zoomen, dan kun je een beetje meer spelen met je stem. Maar het maakt niks uit, jong. Elke night verstaat die night. Ik ben heel trots op dit album omdat het een hele mooie combinatie geworden is van de invloeden die ik heb gekregen door de muziek die ik heb gehoord in Suriname. En dingen die ik hier gewoon in het Westen in Europa heb opgedaan als het gaat over ensemblemuziek, orkestmuziek. Ik vind dat allemaal heel, heel fijn om daarmee bezig te zijn.